deze nieuwe video van Bolstar. Vandaag gaan wij op jacht. Niet zomaar op jacht, natuurlijk. We gaan geen vlees doen. Maar we gaan eens kijken wat het kost om zo van die nieuwe rails te kopen. Daar gaan wij vooral op zoek naar. Dus dat gaan we eigenlijk vooral zoeken. En ook voor boven, vooral voor boven, om ene te vinden. En ja, we gaan zien wat kost het en zo van die dingen allemaal. En dat gaan we eigenlijk zoeken. En ik neem jullie daarin mee, heel het verhaal. Binnenkort wordt alles duidelijk waarom dat we daar een nieuwe rail voor moeten hebben. Ik kan je wel vertellen, de oude rail, daar zijn allemaal van die, ja, ik weet niet wat dat noemt, tjoepjes voor erop. En die zijn niet meer te vinden, dus daarom dat we een nieuwe rail moeten hebben. Maar binnenkort gaan jullie ook zien waarom dat we daar een nieuwe aankoop voor moeten doen en wat er gaat komen. En boven, ja, is hetzelfde. Dus, en daar gaan wij nu vandaag op jacht naar om te vinden. Ondertussen is het slechte weer geworden, mensen. Het is echt slecht weer. Niet normaal. Het regent wel. Het is koud buiten. Maar ik was aan het kijken naar wat we vroeger naar de GB gingen. We hebben ooit eens gefilmd nog, weten. En als je dat nu ziet, dan even veilig oversteken. Dan is dat echt helemaal anders dan hoe het vroeger was. Ik ga mij op de plaats zetten zodat je dat kunt zien. En dat is echt gek. Ik heb mijn fiets trouwens in de hand. Ik ben niet aan het fietsen. Laten we daar duidelijk stellen. Dus, maar ik ga het je even laten zien. Kijk hoe het er nu uitziet. Je kunt zelfs naar de overkant kijken en zo. Echt heel de GB is. Dat was echt een heel stuk. Daar was dan de parking voor te leveren. Was echt helemaal veranderd. Dat is niet normaal hoeveel plekken nu is. Ja, nu is het een beetje modderpoel, maar dat is echt niet normaal. Het is echt zwaar veranderd. Allee, nu gaan we naar de volgende locatie rijden. Ik ben helemaal tot hier gereden. We staan hier voor deze winkel. We gaan binnen eens kijken of ze daar rails hebben. Het is niet van het shoppingcentrum, want daar ligt het shoppingcentrum. En het is nog even over, dus we gaan eens gaan kijken. En dan gaan we naar de kant van de Euroshop. Totaal niet gesponsord, mensen, dat komt allemaal uit de eigen zak betaald. Het is uit, weet. Misschien heb je alle rails, en die moeten we hebben, zeg. De rails. Je ziet ook de uitleg. En zo, dus. Dat moeten we hebben. Met heel verschillende rails. En dan gaan we eens kijken naar. Dat zijn ze heel grote. En we hebben dingen nodig. Dus we gaan eens kijken. Ze hebben ze in de winkel binnen. We gaan kijken. Maar die zijn iets te duur voor mijn budget. Dus we gaan naar een andere winkel. Dus we zijn terug uit de winkel. Het was allemaal wel heel groot. Dat wel, maar ik ga toch nog eens prijzen vergelijken in een andere winkel, want hoe meer de prijs dat je vergelijkt, hoe beter het is eigenlijk en misschien hoe goedkoper het gaat. Dus dat is heel belangrijk. Dus we gaan nu naar een andere winkel en daar gaan we ook eens kijken. Dus het is er niet ver vandaan, dus dat is ook al een voordeel. Maar hoe meer prijzen je vergelijkt, hoe beter. Het is natuurlijk, dan weet je ook op het einde van de dag waar je uitspaart. Dat doe ik ook bij alles weer tegenwoordig. Omdat het leven heel duur is, dat zullen jullie even ook wel weten. Dat het leven heel duur is, dus daarmee ga je naartoe. De prijzen zomaar vergelijken met alles. Dus, maar daar waren ze toch wel. 10 euro, 8 euro, 6 euro. Dus we gaan eens kijken of dat we bij de Euroshop goede koper kunnen scoren. Het is gelukkig overgegaan, want net was het wel. Het is ook koud buiten, het was ook wel zeer aan het regenen. Dus ik ben blij dat het even over is. Want het is niet zo leuk als het zo aan het regenen is.
dat er al veel mensen wat kunnen denken waar ik binnenkort zal krijgen, betalen, wel verstaan, maar wat er gaat komen. Er komt een uitgebreide video over. Binnenkort om die persoon hartelijk te bedanken, maar dan zien jullie binnenkort eerst de voorbereidingen daarvan en dan zien jullie het resultaat. Want daar wil ik echt een aparte video van maken. Dus dat zien jullie binnenkort verschijnen. Dus, maar ik ga dus eerst wat aan de winkel wandelen en dan zien jullie elkaar zo meteen aan de winkel. Ik zie in de winkel hier, er zijn heel veel haakjes. Hier kun je ze zien trouwens, hier zijn ze allemaal. Dus we moeten eens kijken wat we kunnen vinden voor op de hangen. Ik ga de maat bekijken en dan weten wat we moeten hebben. Daar waren er ook wel veel, maar hier zijn er nog veel meer. Dus ik ga eens even rustig bekijken op mijn gemak. Volgens mij is het in deze. Met deze rails. Dus volgens mij is deze. Is ook niet groot, hè, zoals je ziet. Dus volgens mij is het deze en ook die dingetjes die erin zitten. Ik denk wel dat het een dieren is. Ik weet alleen niet meer welke grootte dat moet zijn, maar volgens mij wel met deze tjoepjes heeft hij ook in het groot. Het is iets te groot voor de kamer. Ik denk dat het een dier is. Dus ik ga eens kijken of Anneke er is en dan gaan we die eens bellen. We zijn nu in de gamma. En we gaan eens kijken, we moeten 1 meter 1,36 hebben. Wat heeft Anneke ons gezegd? Dus, we gaan eens kijken waar we dat kunnen vinden. Dus hier heb je ook heel veel rails. En hier heb je er ook nog. We moeten wel goed opletten, dat is ook goed voor jullie, dat we de toepjes die erin moeten, dus deze, dat je die wel nog kunt kopen. Dus zeker en vast, altijd heel goed bekijken. En dat is echt super lang, dus we gaan eens kijken. 1 meter 36. Moeten we hebben, staat dat hier op te B. 10 meter 250. Ik zet ons op wat dat is. Dus dat is 2,5 is te groot. 36 moeten we hebben. Nummer 20. Dat is een ijzer op nummer 20. En wat kosten ze? Een prijs. Ah, hier zijn de prijzen. Ze kosten wel heel veel. Je had vergeleken met de andere winkel. Dus dat zijn de prijzen. Dat is toch wel heel veel. Dus toch wel duurder. We lopen nu in de GB. We hebben alles bekeken. We gaan gehakt. Straks alleen vanmorgen de volgende. Ik ga eens kijken. Ik heb graag zo. Dus we gaan eens kijken. Gehakt. Kans. Gehakt. Ja, dat moet ik hebben. Dit is 540. Je hebt heel veel gehakt. Heel veel gehakt. Je moet dus een beetje gehakt hebben. En dan ben ik aan het kijken. Dus 500. Dat is al de prijs. Dan pakken we deze. Dat is 500. Dat is een beetje. Die hebben we al gepakt. Ja. Het is ijskoud. Het is echt mistig, niet normaal. Het is echt mistig. En toen we zien dat we de andere de kleur, hij kan zelf de kleur nog wat afnemen. Zo dingen is het eigenlijk. Het is niet normaal. Dus kijk, mistig het buiten. Ik kan het niet normaal. Mistig. Je ziet er niet naar buiten. Kijk. Ik zeg dat allemaal eerder in die gaan halen en dan hebben we de ringetjes ook meegepakt en dan gaan we die straks bekijken. Hè. Dus hier zijn dan die rails die het gaan zijn. Die liggen allemaal mooi hier. En dat zijn de clipjes die we moeten hebben. We moeten alleen de witte moeten we iets inkorten. Die moeten we iets inkorten, want die maat hadden ze niet. En die moeten we wel iets inkorten. Maar op zich vind ik het wel op zich nog wel goed meevallen. Dus wat is dan nodig? Waarom? Omdat wij
Maar de clippers die we vinden voor daarin te steken, we hebben vorige keer heel veel geluk gehad. Dus ik ga het even opruimen, ik heb het laten vallen. Daar, Anneke. Boven en beneden nog clipjes om voor hier te hangen, voor de gordijn. En ik kan alleen maar zeggen dat dit wordt vervolgd. En dan zie je in de volgende video's die gaan komen, zie je dan het vervolg. Maar we gaan wel nog eerst naar het huis van de Sint. Tot ziens. Bye bye.